Creative Tech Hub Caribbean heeft gisteravond in samenwerking met Action Invest Caribbean de tweede editie van Who's Who in Suriname Business Directory uitgegeven. De Business Directory is een samenvatting van alle zaken of bedrijven in Suriname die het nodig achten dat niet alleen de samenleving, maar ook de rest van de wereld ziet welke producten en diensten ze aanbieden. Anoushka Sonai, President Creative Tech Hub Caribbean, is heel erg tevreden met het behaalde resultaat van deze tweede editie. Dat de organisatie al bezig is met de derde editie van de directory. De cover van deze tweede editie vertelt ons veel over de infrastructuur in Suriname en alle economische sectoren, de ontwikkelingen die er zijn. Het wordt vooral gedomineerd door projecten waarop Baitali werkt, omdat zij daarvoor gekozen hebben dit jaar. En als u naar de cover kijkt, dan ziet u dus natuurlijk de QR-code om ook de digitale versie op te halen. Want er is niet alleen maar een fysieke geprinte directory, maar ook een online versie. En alle bedrijven die zich laten featuren, krijgen dus ook een webpage geheel in het pakket wat ze afnemen. Ja. Men gaat zich vragen, is er een rotonde? Maar ik kan de rotonde zelfs even niet plaatsen. Dus is het een rotonde in de maak of is het een bestaande? Het is een rotonde in de maak. En het ministerie van Openbare Werken, maar ook, ook Baitali zijn dus hiermee bezig. Dit is een van hun projecten waar ze mee bezig zijn. En de tekening is dus een projectie van hoe het eruit zal zien straks. En straks is dit jaar, dus dan gaat u het in het echt zien. Maar wij mochten als Who is Who het primeur om alvast de foto's te plaatsen. Sonai legt uit dat in deze editie er nieuwe bedrijven zijn, naast velen die opnieuw gepost hebben. Maar elke keer komen steeds nieuwe bij. Vishnu Durga, voorzitter Action Invest Caribbean, geeft aan dat het idee vanaf vorig jaar enorm is gegroeid in zowel Suriname als in Guyana. Durga zegt verder dat er heel veel interesse is in Suriname en dat velen willen weten wat er in Suriname gebeurt. In Guyana zijn veel mensen geïnteresseerd in wat er in Suriname gebeurt, wanneer we naar Trinidad gaan, wanneer we naar Amerika in Houston zitten, waar er zoveel interesse is. Iedereen wil weten wat er gebeurt in Suriname. Dus als wij, zoals wij leren, zoals we research ook, dan zetten we dat dan erbij. En dan dit jaar, in de tweede editie, hebben we veel meer business intelligence. Dingen die mensen echt willen weten. Wat zijn de belastingen? Wat zijn, you know, hoe makkelijk is het om mensen in dienst te nemen? Wat zijn de kosten? En ook een soort blueprint, dat weten mensen wanneer ze komen. Wat moeten ze eerst doen en wat komt er daarna? Dus ik denk dat is een groot verschil tussen het eerste jaar en dit jaar. De who's who's in Suriname business moet gezien worden als Suriname op een hoger niveau op de kaart zetten bij vooral het buitenland. Vanwege de oliefondsen in Suriname en Guyana wordt er veel meer informatie gezocht over de twee landen en daarbij is de who is who in business directory een grote stap in de richting van herkenning van de twee landen, benadrukken zowel Sonai als Durga.